Welkom bij mijn analyse slash review over het smeltoversfragment uit de aflevering Bange Locomotieven van Thomas de Stoomlocomotief. Zoals ik in eerdere reviews ook verteld heb, keek ik vroeger als klein kind zijn, altijd met veel plezier naar de serie Thomas de Stoomlocomotief, ook wel bekend als Thomas de Trein. Mijn laatste review ging over de afleveringen waarin Thomas aangehouden werd door een politieagent, maar welke aflevering mij ook blijft aanspreken is de aflevering genaamd Bange Locomotieven. Thomas de stoomlocomotief is en blijft echt een superleuke kinderserie. En ook nu de dag vind ik het altijd nog leuk om er eens een aflevering van te zien. Er is een fragment uit de aflevering Bange dat me erg aanspreekt omdat het heel veel elementen bevat die het fragment erg leuk maken. Van spanning tot schrikmomenten tot leersame gedeeltes en grappigheid. En ik wil je graag mijn analyses als review over geven aan jullie om te, om te vertellen wat het fragment precies zo goed maakt, naar mijn mening. Ik laat even zien welk fragment ik precies bedoel, en daarna geef ik mijn analyse-slash-review erover. Toen Thomas alleen was, was elk geluid en elke schaduw een beetje spookachtig. Hij begon heel erg bang te worden. Er bestaan geen spoken, zei hij zeduwachtig. Wie is daar? Thomas was zo aan het rondkijken naar spoken, dat hij niet lette op waar hij reed. Voelde als de vingers van een spook. Iets heeft me te pakken. Thomas siste en liet een oude stoomfluit afgaan. De, 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 de spookfluit. Wat een leuk fragment. Wat dit fragment zo leuk maakt, naar mijn mening, is als eerste al hoe het begint. Thomas is helemaal alleen bij het station van de smeltovers, terwijl het Halloweenavond is. En de stem die het verhaal vertelt, zegt. Toen Thomas alleen was, was elk geluid en elke schaduw een beetje spookachtig. Dit gedeelte van het fragment zorgt voor een spanningseffect. Het gevoel dat er iets niet klopt en dat er elk moment iets gaat gebeuren of tevoorschijn komt, in het gevoel ervaar je als kijker zijnde ook. Er wordt tenslotte benoemd dat elk geluid en elke schaduw een beetje spookachtig is toen Thomas alleen is. Dus als kijker zijnde ga je dan ook met het gevoel mee, inclusief de verwachting dat er misschien ieder moment iets engs gebeuren gaat in het fragment. Dat vind ik dus erg leuk. En hetgeen wat dit het spanningseffect zo geslaagd maakt, naar mijn mening, is niet alleen het feit dat Thomas daar alleen is en dat dit benoemd wordt door de stem die het verhaal vertelt, maar het is een combinatie van meerdere dingen. De belangrijkste factor hierin vind ik de spannende achtergronddeuntjes. Muziek doet heel veel met de gevoelens en emoties van een mens. Dus het feit dat er spannende deuntjes en geluidjes als achtergrondmuziek te horen zijn, heeft gelijk al invloed op hoe je het fragment ervaart. Een erg goede keuze van de makers, dus. Daarnaast is ook te zien dat het donker is in het fragment, en dat geeft wat betreft het visuele gedeelte weer invloed op je gevoel. Heel veel mensen voelen zich angstig of op hun hoede wanneer het donker is. Dus, als kijkers, zijn ervaar je dit ook als je naar de serie kijkt. En al helemaal wanneer er zich iets spannends in een fragment afspeelt of wanneer hierover gesproken wordt. Zoals in dit geval door degene die het verhaal vertelt. Een goede combinatie dus van de makers. Zowel qua audio als visueel zorgen voor een spannende sfeer. Tot slot zie je ook nog vuur op de achtergrond. En vuur is iets wat zowel door mens als dier gelijk geassocieerd wordt met gevaar. Dus wat betreft visuele keuzes is ook dit weer een erg goede keus. Dus de combinatie van het benoemd voor dat elk geluid en elke schaduw een beetje spookachtig is, nu Thomas alleen is, en de spannende sfeer van zow vanuit zowel de vis als de audio, zorgen naar mijn mening voor een erg geslaagd spanningseffect. En dat zorgt naar mijn mening ook weer voor een erg goed begin van het fragment. Mijn complimenten naar de makers. Hierna worden de dingen die Thomas ziet ook nog eens in beeld gebracht. En dit, versterkt het spanningseffect, en dit versterkt het spanningseffect, naar mijn mening. Wederom, mede door het laten horen van een nieuw spannend deuntje, maar vooral omdat het in combinatie is met dingen die er inderdaad best beangstig uitzien. Het eerste wat in beeld gebracht wordt kan ik niet helemaal zien. Het lijkt wel een soort camera, maar als je goed naar kijkt, zie ik daarin ook wel wat. Het lijkt net een eng gezicht of iets, en daarbij is het vuur weer op de achtergrond te zien. Maar het allerspannendste verschijnsel is toch wel de vonk die daarna te zien is. En omdat dit verschijnsel best wel plotseling was en ook nog eens luid qua volume, zorgde dit ook nog eens voor een schrik-effect. En dat maakt de kijkerservaring natuurlijk nog veel leuker: dat als je in een spannende sfeer zit en vervolgens ook nog plotseling iets gebeurt. Het plotseling en luiden zijn dus hetgeen wat het schrik-effect zo geslaagd maakt, maar qua spanning vind ik het feit dat het om vonken gaat doorslaggevend. De vonken doen mij denken aan gloeiende metaalspetters, dat zijn ze misschien ook. En hoewel Thomas zich bij de smeltovers bevindt, lijkt het mij niet heel logisch dat er ineens een spetter verschijnt. Als je goed oplet, zie je ook dat er zich een kabel bevindt vlak bij waar de spetter, spetter verschijnt. Dus dit kan normaal gesproken duiden op kortsluiting. Of je nou wel of niet de spoken gelooft en of het nou wel of geen Halloween is. Brand, stroomstoot en kortsluiting zijn iets waarvan je ten alle tijden schrikt. En dingen die ook daadwerkelijk gevaarlijk zijn. Ik vind het dus een erg goede keuze van de makers dat ze dit in beeld hebben gebracht. Ik denk dat het spanningseffect nog geslaagder is dan wanneer ze bijvoorbeeld een spookpersonage in beeld hadden gebracht. Hierna zegt Thomas: Er bestaan geen spoken. En dit laat zien dat Thomas banger wordt, maar ook dit vind ik een goede toevoeging aan het fragment. Vaak wanneer je jezelf probeert te overtuigen dat hetgeen waar je bang voor bent niet bestaat, neemt dit je angst wel wat af. Het zal je angst wellicht niet helemaal laten verdwijnen, maar het geeft je wel een veiliger en zekerder gevoel. Hoe vaak je hier aan denkt en het herhaalt, hoe beter. Hoewel het fragment hierna ook nog spannend is en niet gefocust blijft op de opmerking van Thomas, denk ik wel dat dit iets, iets leerzaams bijbrengt aan kinderen die dit fragment zien. Mochten kinderen dan zelf ook eens bang worden voor bijvoorbeeld spoken, zullen ze sne sneller op het idee komen om eraan te denken dat spoken niet bestaan en zal dit toch een veiliger gevoel geven. Inderdaad, een geliefd personage waar veel kinderen fan van zijn, dit gezegd heeft, voelt het waarschijnlijk nog veiliger. Als ik aan mijn eigen kindertijd terugdenk, werkte dit ook zo. Ik kon mezelf als klein kind, zijn, als ik als klein kind zijnde bang was, geruststellen met gedachten zoals spoken bestaan niet, of andere geruststellende gedachten. En dit liet mij dan veiliger voelen. Maar als een personage waar ik fan van was iets geruststellends zei, in bijvoorbeeld een serie of film, en ik daaraan terugdacht als ik bang was, dan voelde dit nog veiliger. Als klein kind zijnde zie je een personage uit een teken- of animatieserie soms echt als een held. En als die iets geruststellends zegt, steunt dit je vaak nog meer dan wanneer het bijvoorbeeld alleen maar je eigen gedachte is. Ondanks dat de makers dit misschien niet bewust om deze reden hebben toegevoegd, vind ik dit wel een erg nuttige en leerzame toevoeging. Dit maakt het fragment niet alleen leuk qua spanning, maar ook echt leerzaam. Hierna zegt Thomas: wie is daar? En hoewel dit zinnetje op zich het spanningseffect wat verhoogt, omdat dit aangeeft dat Thomas de indruk heeft dat er iemand in de buurt is, verlaagt het spanningseffect voor mij persoonlijk juist op het moment dat hij hier naar achteruit rijdt. Dit omdat de verandering in het ritme en de toon van de achtergrondmuziek. In combinatie met de woordkeuzes en de toonhoogte waarop de stem die het verhaal vertelt aangeeft dat Thomas zo aan het rondkijken is naar spoken dat hij niet oplet naar waar hij rijdt, al enigszins duidelijk maken dat er een opluchtend vervolg aankomt. Vanaf dit moment werd voor mij het gevoel van spanning veranderd naar een gevoel van nieuwsgierigheid. Van wat zal er gaan gebeuren? En ook dat is als kijkers zijnde er erg leuk. Helemaal omdat het een kinderserie is, moet de spanning niet te intens zijn. Dus ik vind het goed dat het op dit punt van het fragment de spanning afneemt en opgebouwd wordt naar iets wat waarschijnlijk wel fout gaat, maar niet meer spannend is. En tegelijkertijd zorgt het dus wel voor een gevoel van nieuwsgierigheid naar datgene, en dat vind ik dus erg leuk. Hetgeen wat fout gaat, volgt vrij snel daarna. Thomas rijdt zo ver achteruit dat hij de kettingen raakte en voelde. En hierbij benoemde verteller van het verhaal: de kettingen voelde als de vingers van een spook. En deze toevoeging zorgt voor de grappigheid in het fragment, naar mijn mening. Toen ik het stukje voor het eerst zag, moest ik erg lachen. En ook, dit, en ook dat vind ik met name bij kinderseries erg leuk en belangrijk: dat het, niet alleen maar om span, dat het niet alleen maar spanning en avontuur is, maar dat er ook gelachen wordt. Lachen doet een mens goed, dus ook deze toevoeging is een erg goede keus geweest. Het zien van de kettingen waar Thomas tegenaan rijdt, in combinatie met dat hij denkt dat het de vingers van een spook zijn, maakt het echt lachwekkend. Hierna denkt Thomas dus dat iets om te pakken heeft, en hierop laat hij een oude stoomfluit afgaan. En hoewel het fragment nog steeds grappig is op dit moment, vind ik het ook wel een leerzaam voorbeeld voor de kinderen. Mocht je als klein kind zijn in een situatie terechtkomen die gevaarlijk is en je niet vertrouwt, zoals het idee dat iemand je mee wil nemen, dan is het altijd verstandig om gelijk weg te gaan en alarm te slaan. Door alarm te slaan wordt je omgeving gelijk gealarmeerd, weet iedereen dat je hulp nodig hebt en ben je niet meer alleen. Hierna schrikt Thomas van de stoomfluit die hij zelf af heeft laten gaan en zegt dat waar hij angstig wegrijdt de spookfluit. En door deze opmerking lag ik, lag ik echt helemaal dubbel van het lachen. Van grappigheid maakte dit het fragment voor mij echt helemaal compleet. Hij is zelf degene die hem af laat gaan, volgens mij, zover ik begrijp, om alarm te slaan. En nu denkt hij dat het een spookfluit is. Ik moest hier echt zo hard om lachen. Dit is, naar mijn mening, het allerleukste stukje van het fragment. Ik heb hier echt van genoten. Mijn oprecht gemeende complimenten naar de makers. Ik vind het echt een superleuk fragment door de combinatie van superleuke spanning met de juiste audiovisuele keuzes, leerzame toevoegingen, luchtigheid en grappigheid. Dat is het beste wat je maar kan bedenken voor zo'n leuke kinderserie als Thomas de trein. Jullie hebben echt een topfragment gemaakt.